Wel, Lina en Charlotte, daar doe je niet mee wat je wil. Hè. Dat zijn dames met, ja, je zou zeggen, met kloten aan hun lijf. Ik bedoel, die hebben karakter, die weten wat ze willen. En ik vind dat alleen maar fijn, want dat maakt dat je eigenlijk evenwaardig met elkaar spreekt. Dat er niet gewoon meisjes zijn die zeggen, vul mij in als ik maar in de aandacht ben. Nee, nee, die willen niet zomaar om het even wat doen. Die vragen waarom en hoe wil je dat dan? En nee, die heb ik soms echt van iets moeten overtuigen. Of samen een scène herwerken, omdat ze denken dat die nog sterker kan, dat ik dingen laat liggen. En dat is alleen maar leuk. Ik bedoel, dat vind ik zo fijn aan de generatie nu. Iets waar wij toch vaak nog onmondig of braaf waren. Die zijn zoveel scherper, die zijn zoveel... Ja, die zijn toch een stuk matuurder, denk ik, dan ik toen ik 18, 19 jaar was. And I like it. Echt, dat is goed. Lien is er heel laat bijgekomen. Ja. Hoe kwam dat? Ik heb eigenlijk land en zee afgezocht op zoek naar mijn hoofdpersonage. Want dat was een zeer... Dat is best een moeilijk personage. Je zou kunnen zeggen, dat is een naïef... braaf meisje, maar dat is ook niet waar. Het is eigenlijk een soort, voor mij is het een soort soldaatje. Dat zoiets heeft van, ik wil in de pas lopen, zolang als je mij, niet aan mijn waarde raakt, maar van het moment dat ik aan mijn waarde raak, zal ik mij verzetten. Dus voor mij was ze dat. Maar vind dat maar eens. Ik vond dat een zeer moeilijk personage, want er moet ook iets devoots. Voor mij was daar toch ergens een symboliek van devotie verbonden aan Katja. Omdat ze uiteindelijk, ja, een beetje de Immaculata is. Hè. Ze is ergens, ja, toch zonder, allez, ze gaat in haar eentje een kindje krijgen, dus, en dat wil ze ook graag. Maar ik heb inderdaad hemel en aarde bezet. Ik heb alle theaters afgegaan, van jeugdtheater, van de Kopergieterij tot het Paleis. Heel veel meisjes gevonden, maar haar vond ik niet. Ik was al bijna zover dat ik Charlotte, die een fantastische actrice is, al bijna de rol ging toeschrijven, de rol adapteren. Maar gelukkig ken ik Chris Kuppes vrij goed en hij doseert aan het Lemmes. Hij zei, er is iemand, dat is de rol die jij zoekt. Ik zeg, maar ik heb die al uitgenodigd, dus die is gewoon niet opgedaagd op mijn auditie. Dus ik zal ze nog eens bellen. En ze is kwaad naar haar gebeld. Van, Lien, godverdomme, je kunt zorgen dat ik het daar ben. Ze is gekomen. En shit, ze was het, hè. Ik was zo blij, want ik dacht, ze moet nog geboren worden. Ik ga ze niet vinden. En ze was er. Maar echt 11:55. Dus ze heeft echt even haar plaatsje moeten veroveren. Want de rest was eigenlijk al een clubje geworden. En ze was bijna als een soort kleine indringster. Maar was eigenlijk alleen maar goed, want in de film is dat ook. Ze komt eigenlijk als een kleine... Little Black Spider ook binnen in haar, tussen alle anderen, te zitten. En ze heeft dat eigenlijk schitterend gedaan. Zowel Charlotte in haar rebellie, die dan eigenlijk leert van Line. Heeft Line echt ook geleerd van Charlotte. Dus ik vind het een heel schoon chemie tussen die twee. Ze zijn echt tegenpolen in de film, hè.